hatte der eine Rat, er hat dann ein Abfahrer nach Durchstück, unter Leitung von der Kongressleiter, der Herr Schittrovigioia. Und ich habe noch einen Verschlag können kriegen. Ich hatte gehofft, inderdaad, dass bei der Einladung dat de president ons zou vertellen, wanneer nu is Afobagadan van ons, nu zijn wij, hebben wij de energie zelf onder controle, goedkoop energie. En dus ik heb in de krant, in de pers gelezen, dus dat wij dat de subsidie niet worden afgeschaft. Ik had meer gehoopt dus dat het goedkoper energie, dat betekent dat vooral de Potiwang, de Mofinawang, geen stroom hoeft te betalen. Want van jou is het niet alleen innaam als Asanafmi. Wat is dat? Asanafmi? Nee, van Asanafmi moet je kunnen profiteren. Asanafmi, als Siralco het kon profiteren, als Siralco BS-stroom kunnen leveren. Waarbij IBS zelf een achterstallige rekening had van meer dan 120, 115 miljoen dollar. Dan moeten wij dat ook aan het volk kunnen geven. Proef ik uit de woorden dat het van goedkope stroom dan geen sprake zal zijn? Dat verwacht ik, maar het moet alleen in woord of in naam zijn. Ja, de Afobagadam is van Suriname. Ik heb niks alleen in naam. Ik heb meer heb dat het volk moet profiteren. Ja, wij weten in Saudi-Arabië is mensen heel goedkoop, bijna nog geen 10 dollar zijn. Ja. Maar hier gaan we olie produceren, ik hoor, we gaan diepboringen doen, maar die olie, dezelfde prijs, of zelfs duurder. Meneer Somajo, wat we ons afvroegen, maar had het niet zo moeten zijn dat de president naar het parlement had moeten komen, juist, om daar het verhaal te vertellen? Nou, ik weet het, dus in feite moet dat gebeuren, maar ik ken deze president. De VAP zegt, ze zijn in nationaal belang ingegaan op de uitnodiging van de president. Is dat ook een afweging voor de PL geweest? Net wat ik zeg, als nu Afobagadan van ons is, nationaal belang, ja. Ja. We moeten erover praten. Hoe gaan wij dan de verdeling van de energie? Ja, het moet niet zo zijn dat multinationaal dan goedkoop energie krijgen en terwijl het volk pinaat. Maar zijn er eisen die de PL gaat stellen hieraan? Ja, dus daarom. Kijk, als na het verslag, als het parlement behandeld wordt, op de agenda komt. Maar ik weet niet of het op de agenda komt, want het is nu, zoals je weet, het is verkiezingsjaar, is nog bijna ongeveer nog geen 120 dagen dat wij naar de verkiezing toe gaan. Dus iedereen gaat zich concentreren op de verkiezing.